Minister Albert Ramdeen van Buitenlandse Zaken heeft vandaag namens Suriname een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de gemeente Amsterdam. Bij deze gelegenheid werden ondernemers aangemoedigd om ook in Suriname te investeren. Tanya Jatnaran Singh, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost, zegt dat de economische ontwikkeling van Suriname een nieuwe connectie kan maken via de stad Amsterdam. Een samenwerkingsverband tussen Amsterdam en Suriname zal ook de Surinaamse bevolking ten goede komen. Ik ben een Surinaamse vrouw in hart en nieren. En het is prachtig om te zien dat wij die banden weer met elkaar kunnen gaan aanhalen. Omdat ik denk dat het Surinaamse volk dat gewoon ook verdient. Waarom? Ik ben zelf opgegroeid in Paramaribo, Suriname. En ik vond het zelf altijd heel vreemd als mensen uit Nederland kwamen en die gingen ons vertellen wat we moesten doen. Tegelijkertijd voel ik wel dat we die kennis, inzicht en ervaring vanuit Nederland ook goed kunnen gebruiken in Suriname. Maar wel, en ik vind dat echt belangrijk om te zeggen, wel in complete gelijkwaardigheid. Dus het Surinaamse volk staat wat mij betreft op complete gelijkwaardige positie met ons hier in Nederland. Dat is zo belangrijk om met elkaar te erkennen. En ik zou het heel mooi vinden als wij daarin ook echt de hele Surinaamse samenleving aan ons weten te binden. Ongeacht kleur, karakter, ras, whatever. We moeten dat met elkaar gaan overstijgen. Dus ik vanuit de diaspora wil me daar heel sterk voor maken dat we juist elkaar allemaal echt in die Surinaamse brassa weten te vinden. En nogmaals, ongeacht kleur of karakter. Bij de ondertekening van deze overeenkomst zei president Santokki dat er een stilstand was ontstaan in de samenwerking tussen Suriname en Nederland. Deze samenwerking is nu op alle niveaus geformaliseerd en gestructureerd. Ook op het gebied van ondernemerschap komt er een formele samenwerking.